Dat leidt tot overlast in het uitgaansgebied uh, bij bewoners, maar ook bij de ondernemers. Dan naar Apeldoorn. De gemeente daar wil in overleg met de horeca in de stad een eind maken aan de happy hours. Tijdens deze uren wordt gestund met prijzen en kan je als klant goedkoop aan je drankje komen. Volgens de gemeente wordt er dan te veel gedronken en leidt dat tot overlast. We zien dat steeds meer jongeren eigenlijk uh, dronken over straat gaan uh, in relatie tot de happy hours. En dat willen we bespreken met de horeien. Hoe aantrekkelijk is het maar niet tijdens een happy hour twee biertjes voor de prijs van één kopen of een cocktail voor de helft van de prijs. De happy hour is populair, vooral bij mensen met een krappe beurs. Maar door de goedkopere drank zouden mensen meer drinken. Dat leidt tot overlast. In het uitgaansgebied, uh, bij bewoners, maar ook bij de ondernemers. Ook in andere steden, zoals Zwolle, wordt gesproken over het aan leggen van de happy hour. Horeca-ondernemers zijn niet enthousiast. Deze ondernemer zegt dat de oplossing voor het probleem van overlast niet in de happy hour zit. Een oplossing zou kunnen zijn het, uh, het eerder stoppen met alcohol schenken uh, buiten de binnenstad. Uh, zodat we uh, men vroeg naar hierheen komt, uh, zodat wij gewoon ons werk kunnen doen uh, en op de mensen kunnen passen. Apeldoorn gaat de komende tijd in gesprek met de horeca. Mocht er tot een verbod op happy hours komen, dan legt Van Brakel zich daar niet zomaar bij neer. Ja, dan gaan we toch op zoek naar creatieve andere oplossingen. We mogen borrels aanbieden voor verjaardagen of vergaderingen of teamfeesten. Dan kun je ook aan vriendengroepen aanbieden.